guys, aan het begin van deze video is er geluid wat een beetje kut van mijn microfoon aan. Dat komt doordat de instellingen wat kut waren. Dat is eigenlijk wel heel vaak kut. Maakt niet zoveel uit. Met het duur met de video aan het einde komt de audio wat beter uit. Dus ik zie jullie weer snel. Ik hoop dat jullie deze video tof vinden. Tot de volgende keer. Later. Yo, wat up, beste kijkers van Gonzi Games. En welkom terug bij een Spik Splinter nieuwe serie die ik ga starten op mijn kanaal. En dat ga ik namelijk af en toe met iemand anders doen. En ja, wat voor spelletje zou het zijn? Nou, het is sowieso Minecraft. Daar hebben jullie gelijk in. Maar ja, zoals jullie zien zit daar... Nee, hier onder mij. Eigenlijk precies onder mij. Ja, de webcam staat een beetje fout. Staat een Charmander. En dat betekent dat wij Pixelmon gaan spelen. En wat is Pixelmon? Pixelmon is eigenlijk Minecraft en Pokémon in één. Dus als jullie vroeger de games hebben gespeeld, kon je verschillen. Ja. En er komt een Emboel 84 Charmander staat voor mijn neus. Ja, want ik ben niet alleen namelijk. Ik heb iemand meegenomen. Eigenlijk iemand die voor het eerst eigenlijk op mijn kanaal hier komt. Dacht ik, nee, hij heeft een keertje met de stream meegedaan, dus dat klopt wel. Maar ja, ik ga met een nieuwe serie beginnen, dus Pixelmon. Het wordt niet zo standaard Pixelmon's, niet zo standaard Pixelmon serie, zeg maar. Dat je zegt van, ja, nou ja, we gaan survivalen. Maar jullie mogen meebedenken, we gaan challenges bedenken hoe wij bijvoorbeeld Ultra Balls kunnen krijgen, Grey Balls kunnen krijgen. Meerdere dingen eigenlijk, natuurlijk, we kunnen ze ook maken, maar met challenges is het leuker. En ik heb nou in ieder geval wel dingetjes bij me, dus dat ga ik zo meteen even verdelen, want ja, dat maakt het net wat leuker. En ik ben met deze spookje namelijk. Dit is Martin. Hi Martin. Hallo. Hallo. En wat gaan wij vandaag doen? Eten zoeken. Zou die voor mij groter zijn? Nou, dat klinkt heel fout. Godverdomme, jongen! Ja, en ik heb weer zo'n mini, hè? Oh, jongen! Maar dat wist ik al. Dit klopt niet. In verhouding klopt dit gewoon. Oh, bitch. Maar de kijkers, jullie zien het al een beetje in mijn inventory. Ik ga iets verdelen namelijk hier. Ik heb wat voor je. Even kijken. Die heb ik voor je. En ja. Die heb ik voor je. Want ja, we moeten als het goed is ook eten namelijk en dat soort dingen. Dus we hebben iets. Deze aflevering gaan wij eens even een plekje zoeken waar we gaan wonen. Dus eigenlijk lijkt mij het beste om gewoon om een Pokécenter te zoeken. Ja. Er zijn allemaal nieuwe features hierin. Je hebt ook geloof ik nou een shop en zo. Dus we kunnen geld moeten we halen. Daar kunnen we ook weer Pokéballs in kopen. Ik weet niet of jij dat al een keertje gezien hebt. Nee. Dat dacht ik al. Niet zien. Dus. Show me. Ja, dus als jullie dit leuk lijken, kunnen we binnenkort ook wel een keertje streamen of meerdere afleveringen maken. Laat het achter in de reacties. En ja, we nemen het nou al een beetje laat op. Nou ja, laat is nou 11:30. Maar ja, het duurde zo lang voordat we het vorige keer hadden. Maar let's go. En let's do it. Misschien ondertussen de Charmanders nog even levelen. Charmander. Want ja, die inipini mini van mij, die is niet zo groot. Niet lachen. Dat wordt ook een kleine Charizard. Maakt niet uit. Oh, wat fluff heb jij? Oh, zullen we gelijk trouwens die dingen wel even meenemen? Ondertussen, dat lijkt me wel een strak plan. De apricorns. Ja. En natuurlijk gaan we ook wel eens een keer samen battlen. Tegen elkaar natuurlijk. Er komen ook geloof ik nieuwe futures in. Of futures, hoe noemen ze het? Futures, toch? Of futures, futures, vietjes, hoe noemen ze dat? Futures. Dat er gyms in komen, dus dat lijkt me ook wel tof. Dit is namelijk een 24/7 server, dus misschien dat ik in de toekomst zeg van jongens, ik gooi misschien nog wel iemand op de whitelist erbij. Maar er moeten wel heel veel likes op deze video komen, want anders doe ik het niet. Nee. En waarom, ja, dan zeggen we ja, nou is het Pokémon Go hype. En waarom ga je nou Pixelmon server? Omdat wij dat leuk vinden, toch? En wil niet te ver lopen. Nee, we willen niet te ver lopen, precies. Kadabra! Hé, dat is trouwens wel veranderd met die level wat er nou boven hangt, zie je dat? Dat is nou level 18. Dat, dan ziet de mensen van afstand. Hey joh, gek. Oh jee. Nee, nou niet meer. Ja, let op, hé, je kan geen slash poke heal. Nou ja, kan ik wel, maar... dat gaan we niet gebruiken. Een Sintret! Toch? Level 9. Ik wil sowieso een Magikarp. Gyarados. Ja, hallo. Ja, het kan wezen dat hij nou af en toe nog een beetje lagt in het beeld. Dat komt omdat de wereld nog geladen moet worden. Ja, het is een nieuwe wereld en het wordt donker. Gelukkig spawnen we als goed is geen zombies. Ga ik vanuit. Nou, anders ben jij er wel. You will protect me. Een hypno. Oeh! Pokéloot. Oh, dat muziekje! Wat heb ik gekregen? Ik heb een quick powder. Nice. En ik heb quick powder. Hallo. Waar de hel zag je dat? Hè? Waar de hel zag je dat, zo'n Pokéloot? Nou, ik zag hier zo'n Pokéball leggen. Oh. En ik denk van, hé, hey, Pokéloot. Ja. Tuurlijk. Ik heb altijd geluk. Kom hier. Ik kan jou aan, ik weet het zeker.
Kom op, kan je alleen maar future side? Dat zou lekker makkelijk zijn. Ha, hij kan alleen maar dat. Dat zou makkelijk zijn. Oh, hij doet ook squats. Holy shit! Oh, die rip. Mijn Charmander. Nee, Charmander! Nope. Op jacht naar een Pokécenter. Wat een avontuur! Samen met Martin en Laurens. Yay! Waar ben jij? Oh, daar. Als ik nou een Pokécenter was, hè, waar zou ik me verstoppen? Ja, zoals jullie het merken aan het begin van de video, was mijn microfoon een beetje te luid, kwam ik nou ook achter. En ja, dat is gewoon een beetje kut. Want ja, Martin wou weer niet opletten. Die zei weer niet van, ja, je microfoon is te hard. Nee, die had zoiets van, hé, wat zeg je? Ik hoor daar alleen maar een ruis. Maar wat hebben wij nou gevonden? Want wat zit daar? Wat zit over de heuvel? Pokémon? Nee! Pokécenter. Goed jou. Een Pokécenter en een shop. En vliegende pixelmons. En een Ponyta. En een Ponyta? Ik wil een Magikarp. Check dit. Dit wordt ons nieuw verblijf. Dit is toch een mooi plekje. Moet kijken wat we hier dan kunnen, joh. We hebben een kerk. Ga jij voor Domino spelen? Nee. Waarom niet? Nee. Ik weet niet hoe dat het moet. Oh, hey. Heb je ooit een keer zo'n grote bal gezien? Ja. Ik heb een kistje gevonden. Wat hebben we hier aan? Jee, ik heb een zwaardje. Hey, check dit. Ah, daar heb je toch niks aan. Hey, ik ben fancy. En ik heb obsidian. Maar daar hebben we niks aan. Dit is een shop. What the fuck ben jij dan? My Pokémon have to be the most powerful with all monies I've spent on the Pokéballs. Mijn Pokémon moeten de sterkste zijn met al het geld die ik heb uitgegeven aan hun Pokéballen. Prove me wrong. Oké, mooi. Let me just heal those Pokémon for you. Well, thank you, senior. I'm very glad. This is our new place. En hier heb je naast ook nog een shop. Heb je daar al gekeken? Daar, kijk daar, heb je shop. No. Hey! Oh, kan je ze niet slaan? What the fuck? Het gezicht dan? Hij heeft een Pikachu! Just won an auction for a Poké Plus bundle. Oeh, fancy. Chop. Is het een soda apparaat? Ja, het is een soda apparaat. Fresh water, soda pop. Hello and welcome to the Pokémart. We have an exciting range of luxury goods. Pink apricorn, Pokéballs. Oh, kan je ook verkopen, joh. Oh, nice. Bye. Quick powder, $5. Nou, ik hoef niks te kopen. Nou, dan moeten we hier maar een basisje en dat soort dingen maken, denk ik. En een farmpje en de hele mikmaak en de hele mikmaak en de hele mikmaak. En dat gaan we natuurlijk even offscreen en dat soort dingen doen. We gaan natuurlijk niet alles ga ik opnemen. Want ja, we willen buiten dit natuurlijk ook gewoon even normaal spelen. Oh mijn god. Kijk eens achter je. Een wurmpje. Check dit. Een wurmpje. Oh. Vang hem. Gooi je Pokéballen tegen. Kom op. Vang je eigen wurmpje. Je hebt nog nooit zo'n grote wurmpje gezien. Nou. Nee, toch niet. Niet zo klein, nee. Nee? Oké, dat zou wel. Maar kijkers, ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze serie. Ja, we hebben niet veel gevangen. Ja, we waren op zoek naar een Pokécenter en een Pokémart. Die hebben we dus gevonden. We hebben een leuk dorpje. Dit wordt ons coole, ultimate gave. Nog wat dorpje. En dat gaat helemaal super worden. Ik wil jullie in ieder geval bedanken voor het kijken. Willen jullie dat we dit vaker gaan opnemen? Denk ik van, ja, neem dit vaker op. En ga dit streamen. Doe ik dan heel vaak op mijn Twitch. Op mijn leuke Twitch kanaal is twitch.tv/Gonzalio. Daar ben ik heel vaak aan het streamen. Dat ga ik deze week ook weer doen. En voor de meeste mensen die vragen is, waar is Kingdom? Kingdom gaat komen. Alleen, ik ben nog even bezig met wat dingen te organiseren voor de story mode. En dat gaan jullie zien. Deze week gaat er waarschijnlijk nog een soort met trailer van online komen. Of ik moet nog even kijken hoe dat gaat doen. Voor nu wil ik in ieder geval Martin bedanken voor het meedoen. Yo. En we zien jullie de volgende keer weer terug. Later.